workshops met Scarlett al gedaan. Het is altijd heel prettig om te doen en het bouwt echt leuk op. En je kunt er heel veel zelf thuis ook mee verder gaan. Waarom studeren we arpeggi? Omdat ze in ons systeem moeten komen zitten. Je etudes zijn ermee gevuld, je voordrachtstukken zijn ermee gevuld, al dat klassieke materiaal is ermee gevuld. Tweede vinger zet je naar boven. Het is ook gewoon dat je hier in deze omgeving en op deze manier daar de tijd voor kunt nemen. Dat ziet er thuis toch vaak bij in. Dus het is ook een soort leren om te studeren. Nou, begint het een beetje snijbranden te worden. Hoor je het verschil? In dat tempo gaan we naar boven spelen, ja? 1, 2, 3, 4. Heel leerzaam, vooral omdat je dingen doet die je thuis niet zo snel zou oefenen. Dus nou word je min of meer gedwongen om echt even naar te kijken zonder dat je er onderuit kan komen. Het is hetzelfde als wanneer jij een grote greep wil maken zonder dat je twee op de duim komt. Dan weet je niet zo goed waar je één en je vier staan. Zo is het ook met je octaaf. 1, 2, 3, 4. Dit komt aan, hè? Goed, iedereen blijft... Even verkennen.